Maandagavond brak rond 7:30 brand uit in de leegstaande bedrijfspanden van vleesverwerker Brada in Leeuwarden. Voorbijgangers op de Sneker Trekweg zagen vlammen uit het dak komen en waarschuwden de hulpdiensten. Binnen enkele minuten sloeg het vuur meters hoog uit het dak. Van buiten de stad was het vuur zelfs te zien. Er was enorme rookontwikkeling, maar uit metingen bleek dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De Leeuwarden brandweer gaf direct het alarm grote brand en kwam met een hoogwerker en 3 tankauto's spuiten naar het bedrijfscomplex. Dit pand achter ons, wij werden gealarmeerd voor rookontwikkeling. De eerste aanrijdende voertuig heeft gelijk gediend dat er een uitslaande brand was. Er is gelijk opgeschaald. En ja, zoals je ziet achter ons, het witte pand, dat is voor de helft verloren gegaan. En gelukkig het grote pand hebben we weten behouden. Het is een leegstaand bedrijf van Brada, geloof ik, hè? Ja, het is het oude pand van Brada. En het bedrijf is op dit moment niet meer in gebruik. Het is leeg. En er werd ook niet gewerkt, dus wij gingen ook niet uit dat er mensen binnen waren of zoiets. De brandweer moest extra alert zijn, omdat naast het leegstaande complex een coatingsbedrijf is gevestigd. Toen ik hier kwam, toen sprak ik gelijk de directeur van Zandleven hiernaast, van Zandleven Coatings. En we hebben de zijkant van het bedrijf hebben wij koel gehouden, zodat een eventuele overslag naar dat bedrijf, dat daar geen sprake van kon zijn. Welke brandweerkorpsen zijn hier nu allemaal bij de hulpverlening betrokken geweest? Wat u hier ziet is alleen brandweer Leeuwarden. Het was grote brand, we hebben 3 tankautospuiten ingezet, een hoogwerker en de officier van dienst. En het korps van Marsum staat nu stand-by op onze hoofdpost voor de rest van de stad, voor de restdekking. Maar Dokkum is toch ook opgeroepen? Ja, de hoogwerker van Dokkum die hebben we gealarmeerd. En die is hier wel ter plaatse gekomen. Want toen waren we inmiddels brandmeester, dus heb ik even stand-by gehouden. En die is inmiddels terug naar hun eigen verzorgingsgebied. Binnen een uur was men de brandmeester. Het nablussen heeft nog geruime tijd in beslag genomen. Een blusactiviteit volgens het boekje, denk ik? We hopen het wel. We gaan natuurlijk wel even evalueren. Maar zoals ik nu in kan schatten, ging het heel goed. Enig idee van de oorzaak? Nee, daar kunnen we niks over zeggen. Ik had net overleg met de politie. Morgen komt de technische recherche hier te plaatsen. En misschien dat iets kunnen vinden, maar daar kunnen wij niks over zeggen.